Het is omdat ik met muziek bezig was en een label zocht om nummers uit te brengen. En dat in die periode nogal heel moeilijk lag, dat we eigenlijk een eigen label opgestart zijn. Er waren enkele mensen, gelijk als Luc Van Akker, die ook een van de allereerste was die een eigen plaat, een eigen beheer uitgebracht heeft. En Strugglers, Siglo XX en Snowy Red. En met gedacht van dat is mogelijk, hebben we ook alles in het werk gesteld om een eigen label en ook om de nieuwe groepen een kans te geven die aan anders geen plaats zouden uitbrengen. Ja, dat was totaal nieuw. Hè. Als je dan bekijkt, Luc Van Akker heeft zijn plaat uitgebracht, die ging ze zelf in de platenwinkels leggen om dan achteraf aan de platenwinkels te gaan vragen, heb je die plaat binnen? Hè? Dus dat was totaal nieuw.